Hey gasten, Skillman VVZ hier en zodra jij dit scherm voor je ziet, weet jij natuurlijk hoe laat het is. Het is tijd voor de volgende Subscriber Showdown. Je hoort straks hoe laat ik en wanneer ik tegen jou wil gaan spelen. Maar eerst, wil je FIFA Ultimate Team coins kopen? Ga dan naar de FUT Store voor een snelle en betrouwbare service natuurlijk. Ik wil gaan spelen aanstaande dinsdag van 3 tot 5. Dus aanstaande dinsdag, als jij aanwezig kunt zijn van 3 uur tot en met 5 uur 's middags, dan maak jij kans om tegen mij dus te spelen. Laat je PSN achter in de omschrijving. Iedereen mag weer meedoen. Iedereen, al ben je de afgelopen beurt geweest. Iedereen mag meedoen dus met de volgende Subscriber Showdown. Dinsdag van 3 tot 5. Ik kies weer 3 personen willekeurig uit. Die gaan ook in deze generator. En daaruit komen dan 3 namen. En tegen jullie speel ik dan. Dan moet jij zorgen dat je aanwezig bent aanstaande dinsdag tussen 2 en 3. Of tussen 2 en 3, laten we dat zeggen, op je PSN om te zien of jij natuurlijk een friend request van mij hebt gehad. Met daarin de boodschap tot hoe laat en vanaf wanneer ik tegen jou wil gaan spelen. De teams die er dit keer in zitten zijn Nederland, Engeland, Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Portugal, Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Polen, Ierland en België. Als je een snelle blik erop werpt, zie je dat het allemaal Europa is. En natuurlijk dat er sommige teams niet in zitten. Sommige landen zoals Roemenië en Oekraïne. En als je mee wilt tellen Rusland, het zit er niet in. Hoezo niet? Dat ga ik je nu uitleggen. Het is de bedoeling dat uit deze teams er weer 3 landen uitgepikt worden. En uit die 3 landen moet ik dus spelers gaan selecteren die in het eigen land spelen. Bijvoorbeeld uit Engeland. Als Engeland erin komt, dan mag ik alleen Engelse spelers uit de Engelse competitie gebruiken. In Italië alleen Italiaanse spelers uit de Italiaanse competitie. In Polen bijvoorbeeld alleen Poolse spelers uit de Poolse competitie. Zo moet je denken. Dus dat zie je straks in de squad builder wel hoe dat precies uitpakt. En dat zijn dus een beetje hoe ik de squad ga maken nu. Zo houden we dus wel dat hybrid erin. Maar zo heb je dus kans dat bijvoorbeeld een hybrid wordt van Spanje, Italië, Engeland. En dan heb je een heel sterk team natuurlijk. Dan kun je denken aan Wayne Rooney die erbij zit. Dan kun je denken aan Chiellini die erbij zit. Weet je, als zulke soort spelers. Maar bijvoorbeeld niet als ik Frankrijk trek, dan zit Ibrahimovic er bijvoorbeeld niet bij. Want Ibrahimovic die speelt niet in Zweden. Dat is logisch. Hij speelt in Frankrijk. Maar is geen Fransman. Dus hij hoort er dan niet bij. Zo vallen er een aantal spelers af. Ook Brazilianen bijvoorbeeld vallen af. Daarom heb je dus wel een licht voordeel als je tegen mij speelt. Je mag tegen een willekeurige squad komen. Je mag echt met een volle BPL team tot aan een volle Serie A team tegen mij komen. Maar het mooiste is natuurlijk als je een hybrid hebt. Genoeg gepraat. We gaan de teams selecteren die erin zitten. Eerste team. Eerste land. En je hoort het al. Het is Oostenrijk, dus de Oostenrijkse competitie, Oostenrijkse spelers, dat is de eerste van de 3 die erin zit. Tweede dan. Spanje, dus Oostenrijk en Spanje, dat zijn de 2 teams die tot nu toe er zijn. En dan hebben we nog 1 team te gaan. En dat is Italië, dus we krijgen een combinatie van Oostenrijk, Spanje en Italië. Dat wordt een hele, hele leuke hybrid. Die hybrid die ga je nu zien. Oké, dan is het nu tijd voor de squad builder. Dus ik heb weer een mooi team kunnen bouwen. We hadden Oostenrijk, we hadden Spanje en we hadden Italië. Nou, dat zijn 3 competities waarin het toch wel wat in zit. En het is me ook weer gelukt om van elke competitie weer een inform of team of the season te krijgen. Er zit een team of the season in, dat zeg ik je alvast. We gaan kijken naar het team. In de goal, gelijk de eerste inform. Inform Gianluigi Buffon, jawel. Hele sterke inform natuurlijk. Buffon hier, we gaan kijken naar zijn kaartje. Kost 52.500 coins. 92 duiken, 92 positie. 82 reflexen, 80 balbehandeling. Een heerlijke speler in de goal dus. Centraal kan er dan in iemand maar staan. Het is Giorgio Chiellini natuurlijk. Giorgio Chiellini, een hele sterke verdediger, kost nu helemaal niet zoveel meer. Kijk naar zijn kaartje, zien we dat hij maar 4500 coins bijvoorbeeld kost. High defensive work rate, 77 snelheid, 82 koppen, 85 verdediging. 86 verdediging. Zeker een hele sterke verdediger, Chiellini natuurlijk. Naast hem staat niemand minder dan Inigo Martinez. Ik heb voor Inigo Martinez geen Sergio Ramos of iemand gekozen, omdat ik Martinez met zijn work rates veel beter vind. Hij heeft medium. En daarnaast heeft hij 77 snelheid en heeft hij 80 verdedigen, 79 koppen. Een hele sterke centrale verdediger voor 450 coins maar. Dat is echt heel weinig. Linksachter staat Jordi J. Alba. Jordi Alba natuurlijk ook heel bekend van Barcelona. Jordi Alba een hele snelle verdediger natuurlijk. Met zijn 92 snelheid. Hij heeft ook 68 koppen en 79 verdedigen. Maar naast dat 82 dribbelen. Heerlijk. Jordi Alba kost maar 2k tegenwoordig. Het enige nadeel is zijn high attacking work rate. Op de rechtsachter staat ook iemand met high attacking work rate. Het kan niemand minder zijn dan Abate natuurlijk.
Abate, ook heel bekend, 93 snelheid. Daarom is het een hele snelle verdediging in totaal. 74 koppen, 73 verdedigen, 74 dribbelen en 73 passing. Voor maar 1000 coins op te pikken. Wie wil dat nou niet? Hele goede snelle verdediger dus. Abate, ook overpowered als wat. We hebben 2 CVM's. En de eerste ga je nu zien, dat is Gabi. En die gaan we naar de andere kant stationeren. Gabi hier, de team of the season. Jawel, hier heb je de team of the season die ik bedoelde. We kijken naar Gabi, 86 algemeen CVM. Kostte me 50.500 coins. Hij heeft 77 verdedigen, 63 koppen. Niet misschien het allerbeste voor een CVM, maar hij heeft 89 passing. En hij heeft 80 dribbelen. Daarnaast ook 74 snelheid en 79 schieten. Een heel goed kaartje dus, Gabi. Het enige nadeel is 2 starre skill moves. Dat vind ik wel wat minder. Dan andere CVM positie en misschien zag je hem al, Daniel De Rossi. De Rossi is ook weer een hele sterke CVM natuurlijk. Ik ben zelf niet zo'n hele grote fan van De Rossi, maar hij is wel goed. En hij linkt perfect. 1200 coins, 69 snelheid, 81 passing, 84 koppen, 83 verdedigen, high defensive work rate. Goeie speler dus, heel well-rounded. Sterke speler, Daniel De Rossi. Dan hebben we 4 posities over. We beginnen met de 2 kamps, want dat zijn ook verrassende. En ze komen alle spelers uit Oostenrijk. De eerste kamp die we gebruiken is Stankovic. Stankovic, ken je hem nog? Een hele bekende naam natuurlijk. Die naam die gaat ook al een tijdje mee. Alleen deze Stankovic zal het waarschijnlijk niet zijn geweest. Hij kost 150 coins, maar hij heeft 4 sterren skill moves. Zeker lekker dan. Met zijn 74 snelheid, 74 dribbelen en voor de rest wat mindere stats. High attacking, normal defensive work rate. Sterke speler hoor, die Stankovic. Op de andere kamppositie, misschien zag je hem al, een bronzen speler. We gaan kijken naar hem en dat is Lazaro. Lazaro van Red Bull Salzburg. Ook uit de Oostenrijkse competitie natuurlijk. Lazaro kostte mij 450 coins. Ook 4 sterren skill moves. 81 snelheid, 74 dribbling. Normal work rates. Goede speler lijkt me dit ook om hem te gaan gebruiken. We hebben nog 2 posities, de kam en de spits. Op de kam staat een CM, omdat ik hem niet als kam kon vinden. Dus een CM geworden. En het is op de tweede pagina staat hij. Deze Lightgape, ook van Red Bull Salzburg natuurlijk. Lightgape, ook een goede kaart met zijn 3 sterren skill moves, 4 sterren zwakke been, 500 coins gekost. 78 snelheid, 72 passing, 81 dribbelen om precies te zijn ook nog. Dus Lightgape die moet daar op de centrale positie het werk gaan doen. Ook een sterke middenvelder dus. Alleen het enige nadeel, hij komt dus op 8 chemistry te staan, maar daar kunnen we niks aan doen. En dan staat er nog 1 persoon in de spits en dat is de volgende inform. Inform Hosiner. Kijk nog eventjes. Lightgap, die blijft op 8. Inform Hosiner, we kijken naar hem, kostte mij ook precies 54.500 coins. Hele dure, misschien wel dus de duurste inform in dit team. 87 snelheid, hij heeft 3 sterren skill moves, 3 sterren zwakke been, 72 dribbling, 71 schieten. Ook een heel sterk kaartje. En als we al zien dat hij 102 games heeft gespeeld en hij 70 goals heeft gescoord voor andere mensen, dan ga ik echt smullen, want dit is een hele goede spits dan blijkbaar. Dit is het team. Wat ziet het team er toch goed uit zo, hè? Inform Hosiner. Dan samen met Stankovic heb je hier Lazaro. Dan Lightgape op de CM. Heb je hier dan Gabi samen met De Rossi, Abate, Chiellini, Inigo Martinez, Jordi Alba en de inform van Buffon. Dat is het team. Ik daag jou uit. Je kan dinsdag tegen mij spelen van 3 tot 5 uur. Check tussen 2 en 3 dus of jij uitgekozen bent. Laat eventjes je PSN in de comments achter of stuur hem naar @skillmanvvz op Twitter. Dat lees ik ook altijd. Dan maak jij dus kans. Iedereen mag weer meedoen. Dus maak jij kans om tegen mij te spelen. Oh, nog even een extraatje dan. Moet je even die bank kijken. Er staan de spelers die we tot nu toe hebben gebruikt. Een aantal dan. Ik heb ze niet allemaal meer. En eentje hebben we nog niet gebruikt. Hier Gignac. We hebben Schneiderlin, die heb ik zelf gekocht trouwens. Royce staat erop. We hebben Cigarini, Perrin, Griezmann en Firmino. Wat een lekkere bank. En straks kunnen daarbij Gabi, Inform Buffon en natuurlijk die Hosiner nog bij. Oi, het begint het leuk te worden. Het is die subscriber showdown. Volg het vooral dus. Mijn naam is SkillmanVVZ en ik check jou later. Dat betekent home, away en special kits natuurlijk. Jij gaat nu 10 kluisjes zien en die gaan om zijn beurt openen met daarin mijn favoriete kits. En ik vertel jou precies waarom dat mijn favoriete...